Het is vandaag 15 oktober en vandaag maakte de KNVB bekend dat Pieter Vink komende zaterdag de scheidsrechter is tijdens de topper tussen Twente en Ajax. Vink floot Ajax dit seizoen al één keer toen Ajax met 3-3 gelijk speelde tegen Heerenveen. Twente en Ajax trappen zaterdag om 20:15 af in de Goalsvesten. En vandaag is het 2 jaar geleden dat Ruben Lijon zijn debuut maakte voor Ajax. Dat was in de wedstrijd tegen AZ. De rechtsback verving in de rust André Ooyer en zag Ajax een 2-0 achterstand goed maken. Lijon was dit seizoen vooral belangrijk in de klassieker op 18 augustus met de assist voor de winnende treffer van Kolbeinn Sigthorsson. En vandaag feliciteren we 4 Ajaxiden met hun verjaardag. De eerste is Stanley Menzo. Hij bereikte vandaag de 50 jaar. Hij ziet dus Abraham, de oud-doelman, die van 83 tot 94 voor Ajax speelde en in die periode tot 322 wedstrijden kwam. Menzo won onder andere de Europa Cup 2 en de UEFA Cup met Ajax. En ook Mike van der Hoorn is vandaag jarig. De verdediger is vandaag 21 geworden. Van der Hoorn kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht en speelde tot nu toe 5 wedstrijden. De verdediger maakte zijn debuut tegen Feyenoord en mocht in het bekerduel tegen FC Volendam voor het eerst in de basis starten. En daar was hij in de verlenging belangrijk bij de winnende goal van Danny Hoessen. En naast Menzo en Van der Hoorn feliciteren we ook Andres Rudy, die 48 is geworden, en Marieke Ubachs, de keeper van de Ajax-vrouwen.